Kunstenaarsconcert. En dat wordt vanmiddag verzorgd door het Steving Strijk Quartet. Die hebben we hier al eens vaker gehad. Dus het is de derde keer dat ze hier spelen. U zal zien dat de cellist iemand anders is als wat we gewend zijn. Het is niet een mannelijke cellist, maar dit keer een vrouwelijke cellist in Valsen, omdat de cellist niet zo hadden meer naar Spanje is vertrokken. En de cellist die vanmiddag daarvoor invalt is Juliette Voissoir. En die komt uit Frankrijk en studeert hier aan het Haagse Conservatorium. En de rest van de namen van dit kwartet kunt u vinden op het programma. Vanmiddag op het programma de werken van Rachmaninoff, Stravinsky, Mozart en Joplin. En ik heb eens gekeken, volgens mij is het de eerste keer dat wij tijdens de Kunstenaarsconcert iets horen van Stravinsky. Het komt niet zo gek veel voor. En ik moet zeggen, tot mijn grote vreugde, want Stravinsky is een van mijn grote favoriete componisten. Maar ik denk dat een aantal van u toch daar de wenkbrauwen bij zullen fronsen als ze die klanken horen. En zullen denken van, wat moet ik daarmee? Dan moeten we maar bedenken dat het drie korte stukken zijn. Dus dat scheelt dan wel weer. Van mij kan het lang genoeg zijn. Aan de andere kant is het ook zo dat we leven wel in de 21ste eeuw. We moeten ook een beetje met onze tijd meegaan. Altijd maar bij Mozart, Haydn, Beethoven en Chopin blijven hangen. Het is natuurlijk prachtig, maar er is meer. We maken tegenwoordig ook gebruik van internet. En doen niet alles meer met de hand. We maken ook gebruik van onze 20ste eeuwse verworvenheden. Dat geldt eigenlijk ook voor de muziek. Wilde de kunst verdiep je eens in de wat tijdgenoten maken. Ik heb wel eens een keer een concert meegemaakt, het is een residential orkest waarbij de componist in de zaal zat. En het is zo leuk, dan schrijf je met elkaar een stukje geschiedenis. Nou, het Stravinsky zullen we dat niet meemaken, de man is helaas al overleden. Maar goed, het is wel een muziek van onze tijd geworden. Een van de grootste componisten, denk ik, uit de 20ste eeuw. Nou, Mozart is natuurlijk heel toegankelijk. Rachmaninoff natuurlijk, de grote piano-virtuoos. En Scott Joplin komt een beetje uit de lichte muziek. We zullen ze zeker horen aan dit stuk Nieuws Rack. Wij wensen u een heel fijn concert toe en hartelijk applaus voor onze muzikanten vandaag.
blijven we in Rusland. Maar we gaan al een stukje verder in de tijd. En Stravinsky die leefde in de tijd van Stalin. En was daar niet al te best geregeld toen met de bevolking. En daar heeft hij dus gewoon laten inspireren. En hij schreef een stukje eigenlijk voor de arbeiders die naar de fabrieken moesten. En in het eerste deeltje wat je zult horen, zie je dat de werknemers nog redelijk opgetogen naar hun werk gaan. Maar deel 2 zijn ze in de fabriek. En dan hoor je de machines tekeer gaan. En dan gaat ook van alles mis met de machines. Die moeten stilgelegd worden en dan moet het snel gerepareerd worden, want er moet doorgewerkt worden. En Stravinsky liet dat eigenlijk zien bij het strijkkwartet door allemaal aparte technieken op de viool toe te passen, op de strijkinstrumenten die niet zoveel voorkomen. Zo moeten de tweede viool en ik onze instrumenten ineens omdraaien, de cellist voor ons houden en gaan we terug doen. En zo zijn er allerlei, vind ik zelf, grappige dingen te zien die je niet zo vaak in de strijkkwartet ziet. En het laatste deel, dat gaat erover dat ze dan terugkeren vermoeid na een lange dag werken en dat ze eigenlijk zichzelf een beetje in slaap zingen. Veel plezier. Thank you.
Thank you.
Mag ook meegaan, zoals ik wil.